winkelcentrum Schuttershof. Ja, gisteren was ik even in Hulst gaan kijken. Ja, het is een triestig verhaal natuurlijk in deze tijd. Ik zeg, er hangen overal wel borden, laat ons zeggen, met een telefoonnummer. Je kan bestellen via internet, je bestelling afhalen, maar bon, dat is niet hetzelfde natuurlijk dan fysiek in de winkel aanwezig te zijn. Ik kan nog even langs hier, het is wel nog even vroeg. En zo kan ik aan de andere uitgang. Mondmasker. Zo, dat is hier enkele beelden op enkele minuutjes voor acht. Nou, hier gaat Jumbo open om 8 uur. Natuurlijk, supermarkten zijn overal essentieel. Bakkerij ook, dat kan je ook gewoon binnen. En dat is ook wel goed, er staat hier bijvoorbeeld maximaal 5 klanten in de winkel. Hè? Dat is ook wel een goede preventie van het aantal klanten te beperken. En dan dit hier, ja, die ethos, dat is waarschijnlijk ook niet essentieel. Nee, dat is ook via bestelling en dit hier ook. Maar het is wel ter discussie waard, want bijvoorbeeld de ethos voor peuterspullen, babyspullen, moet je luiers kopen, dat weet ik allemaal. Dus dat je dat zomaar niet kan kopen, dat is wel lastig ook. Maar je kan bijvoorbeeld wel in een bloemenwinkel binnen, hè, zonder afspraak. Ja, dat is zoals in Hulstad hier. Dus kappers gesloten, idem. En dan hier, dat is ook idem. Bestel online 20% korting op alle kerstartikelen. Gewoon bestel online. Men is nu de 23e december. Is het al dat je nu nog iets nodig hebt voor het weekend, voor de feesten, dat komt niet meer toe, hè. Ik zeg, dus dan kan je eventueel misschien nog bellen naar de winkel en dan komen afhalen, maar dat is allemaal niet evident. Dus dat is hier het winkelcentrum om 8 uur in de ochtend, dus de supermarkt ook. En voor de rest, ja, het zijn in het algemeen afhaallocaties, hè. De winkelcentra's hadden al last. Ik had dat ook gefilmd van de crisis in het algemeen. Er was al weinig volk in die winkelcentra's toen er nog geen harde lockdown was. Dus dat is een beetje overal zo dat je dat ziet. De supermarkten, de grote warenhuizen, daar heb je wel altijd volk. Ja, het is ook wel essentieel, maar bon. De plaatselijke handelaars die toch wel veel minder klanten dan vroeger. Ja, hier is het ook redelijk donker. Ja, hier is er dus momenteel, dat zijn meubelwinkels, dan heb je BCC en de Hama. Je ziet hier de prachtige route voor de bus. Ik zeg, die bussen hebben hun depot even verder. Die rijden hier voorbij.
Maar er is nog altijd geen inzicht gekomen dat er hier een halte moest zijn. Zowel voor de woonwijk die even verder is aan de linkerkant, en zowel de tegenrichting naar het stadhuis en richting Van Oteen. Hoe dat men dat niet kan begrijpen, ongelooflijk. Ik zeg, mijn boodschappen zijn ook gericht op budgetgericht feitelijk. Maar ook de kwaliteit is ook wel van belang. Daarmee maak ik soms filmpjes van mijn voorkeurswinkel, bijvoorbeeld de Albert Heijn. Als ik daar producten gratis kan hebben en bepaalde dingen kan in voorraad opslaan thuis, dan is dat wel interessant. En het blijft een kwaliteitsproduct. Ik zeg, als je naar een discount gaat hier, je kan ook wel een confituur kopen van een onbekend merk. Op ons is het niet hetzelfde, hè? Zo hier de Action, ja, dat is ook met afgehaald, dus hier kun je dus ook niet meer komen winkelen. Dus click and collect systeem, dat staat hier ook wel duidelijk. Dus helaas zijn de winkels gesloten. En hier heb je ook een zicht op het click and collect systeem. Dat zijn allemaal pakjes die klaargemaakt geweest zijn met een nummer, dus je doet het via het internet. Je zet dan bijvoorbeeld een tijdsblok de dag erop, dus dat je dus aangeboden krijgt. En dan moet je hier komen op het uur en kan je het pakje komen afhalen. Bon, ik ken het systeem, het is al geweest in begin dit jaar, was dat ook al een dergelijk systeem. Het is natuurlijk wel interessant, hè? Het is een oplossing voor bepaalde producten die je nodig hebt en zo. Je kan ze toch nog altijd verkrijgen. Dan hier heb je de Lidl, ja, dat is gewoon ook een essentiële winkel, zoals de Aldi daar, de Albert Heijn.